Dag Nico, het duolegaat is een instrument in de vermogensplanning dat enerzijds de fiscale druk verlicht, maar anderzijds ook toelaat om een goed doel te steunen. In Vlaanderen zijn op 1 juli de regels daaromtrent gewijzigd en laat ons dat vandaag eens in detail bekijken. Nico Hostien, manager estate planning bij De Groof Peterkam, welkom. Een duolegaat, wat houdt dat eigenlijk precies in? Als we naar het woord duolegaat zelf kijken, zien we eigenlijk twee woorden. Enerzijds legaat, wat betekent testamentaire bepaling of beschikking. En anderzijds duo is twee. Dus een duolegaat betekent eigenlijk een dubbele testamentaire beschikking in één enkel testament. Nu, de testamentaire beschikking wordt enerzijds gedaan aan een VZW of een goed doel. En anderzijds, het tweede testament bestaat dan uit een testament aan een verre verwant of zelfs een vriend. Nu, het typische aan een duolegaat is eigenlijk dat de last opgelegd wordt aan de VZW om de erfbelasting te betalen namens de verre verwant of de vriend. Wat is het grote financiële voordeel van zo'n techniek? Wel, door het feit dat de VZW de erfbelasting betaalt van de verre verwant of vriend, krijgt hij zijn erfdeel netto is gelijk aan bruto. Dat heeft als gevolg dat we eigenlijk dat erfdeel kunnen verminderen, dus verlagen in bedrag. En daarin bestaat juist de fiscale besparing, omdat dat deel juist onderhevig is aan de hoogste tarieven in de erfbelasting. Het andere deel, de andere VZW, kunnen we dan iets opdrijven, dat zal ook nodig zijn, omdat de VZW de erfbelasting moet betalen voor de verre verwant. En juist dat deel aan de VZW is onderhevig aan veel lagere tarieven in de erfbelasting. In welke situaties is dit een interessante techniek? Dit is vooral interessant in situaties waar er geen verwanten zijn in directe lijn, dus kinderen of kleinkinderen. Kan je dat eens illustreren met een concreet voorbeeld? Als we een eenvoudige situatie nemen, bijvoorbeeld één persoon, niet gehuwd, geen kinderen, met een vermogen van 1 miljoen euro. Stel nu dat hij een goede vriend heeft die veel voor hem gedaan heeft en hij wil hem bevoordelen via een testament en hij draagt alles over, dat 1 miljoen dus, daar zullen tarieven van toepassing zijn van 55%. Dus netto blijft er nog iets over van ongeveer 464.000 euro. En als we dan een duolegaat toepassen op die erfenis? Nu, in het voorbeeld dat we bijvoorbeeld stellen dat het 1 miljoen euro opgesplitst wordt, 500.000 verre verwant. Daar krijgt de verre verwant, door het feit dat de VZW zijn erfbelasting betaalt, bruto is gelijk aan netto, krijgt hij 500.000 netto in hand. De VZW moet weliswaar de erfbelasting betalen, dus van die 500.000 euro gaat de belasting nog af, maar zelfs dan houdt de VZW nog 197.000 euro over. Dus in totaal houden we na belastingen nog 697.000 euro over, wat toch veel meer is dan in het eerste voorbeeld. Het is een techniek die vaak wordt gebruikt, die ook erg interessant is. En toch grijpt de Vlaamse overheid in. Hè? Waarom? Wel, in de praktijk werd er vastgesteld dat de duolegaten zo werden opgesteld dat er voor de VZW na betaling van belasting nauwelijks nog iets overschoot. Dus het was eigenlijk een vorm van misbruik waar de Vlaamse overheid paal en perk wilde aanstellen. De regels zijn aangepast op 1 juli. Wel enkel in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië verandert er niks. Wat zijn de wijzigingen die men in Vlaanderen heeft doorgevoerd? Blijft het nog mogelijk, het duolegaat? Wel, dat is belangrijk. Juridisch blijft het perfect mogelijk om een duolegaat in Vlaanderen te implementeren. Nu, door een technische ingreep, wat we een brutering noemen, heeft de Vlaamse overheid elk fiscaal voordeel uit de techniek gehaald, waardoor dat het dus veel minder interessant wordt. Wat staat er mensen nu te doen die in hun testament al een duolegaat hadden opgenomen? Wel, in eerste instantie een praktisch advies is mensen die het al hadden gedaan om toch eens te kijken met hun adviseur of het nog overeind blijft en of het nog voordelig is. Nu, als we kijken naar de alternatieven, dan zien we in Vlaanderen dat sinds 1 juli 2021 het bijvoorbeeld mogelijk wordt om een goed doel te bevoordelen door middel van een testament, maar ook door middel van een schenking aan 0%. Dus dat is al een mooi alternatief. Bovendien kan men een vriendenerfenis doen. Dat is een verre vriend bevoordelen op de eerste schijf van 15.000 euro is er een tarief van 3% van toepassing in plaats van de hogere tarieven. En als we dan kijken naar situaties waar er niet onmiddellijk kinderen zijn, dan stellen we vast dat waarschijnlijk in de praktijk er meer zal gepland worden in eerste instantie tussen echtgenoten en partners, om dan pas in een later stadium een schenking te organiseren naar de verre verwant om de successiedruk aanzienlijk te verminderen. Nico Hostien, bedankt voor de toelichting. Meer informatie op de blog van De Groof Peterkam.